Ja, voorzitter, dat gaat even over dat aspect van het offline halen van die uitzendingen door Argos. De Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek heeft inderdaad forse kritiek geuit op dat besluit. Juist omdat er niets in die uitzending zit dat aantoonbaar onjuist zou zijn. Dat heeft ook de hoofdredactie van Argos niet als argument genoemd. Ze hebben zelfs gezegd, er zit niets in die uitzending dat offline is gehaald. Vervolgens hebben ze het om een onnavolgbare reden onder druk toch offline gehaald. En uw vraag is? Nou, de minister geeft hieraan dat het niet aan haar is om te reageren op besluiten van media. Maar ze heeft zelf dit besluit aangehaald in het commissiedebat. En daarbij gesuggereerd dat de reden van het offline halen zou zijn dat er aantoonbare onjuistheden in die uitzending zouden zitten. En mijn vraag is of de minister in ieder geval kan erkennen, ook richting de slachtoffers die hebben meegewerkt aan dit programma en dit onderzoek, dat dat niet de reden is geweest. Dus niets te maken heeft met dat er iets aantoonbaar onjuist zou zijn. En als de minister wel van oordeel is dat er iets aantoonbaar onjuist zou zijn, om daar dan ook tenminste één voorbeeld van te noemen. De minister. Voorzitter, het is aan de omroep om daar een standpunt in te nemen, niet aan mij. Meneer Van Meijeren, kort in vervolg. Nogmaals, waarom kon de minister hier wel een standpunt over innemen tijdens het commissiedebat? En nu blijkt dat zelfs de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek hier forse kritiek op heeft. Verschuilt ze zich, deinst ze terug en zegt ze in één keer, het is niet aan mij om hier iets over te zeggen. In het commissiedebat heeft de minister dit zelf aangehaald en zelf gesuggereerd dat Argos die uitzendingen offline zou hebben gehaald omdat er iets aantoonbaar onjuist is. Het is feitelijke informatie. Kan de minister erkennen dat dat in ieder geval niet de reden is geweest van Argos om dat misverstand uit de wereld te helpen? De minister. Voorzitter, zoals ik uitvoerig heb toegelicht tijdens het commissiedebat, ben ik ingegaan op het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van die uitzending. En dat is de reden waarom ik daar natuurlijk wel wat over zeg, want ik ben minister van Justitie en Veiligheid, over een afweging van een omroep om iets online te zetten en offline te halen. En hun redenen en nu dat wordt weersproken, dat is niet waar ik over ga. En de heer Van Meijden weet dat. Hij was bij het debat, we hebben er uitvoerig over gehad en hij doet nu alsof dat niet gebeurd is. En dan doet hij zichzelf ook tekort, denk ik.